In deze aflevering ga ik met jullie kijken naar de Law of Attraction en hoe alles samenhangt met de vragen die jij stelt aan het universum. Welkom, dit is Man Search for Wealth. Mijn reis naar gezond, gelukkig en financieel vrij leven. De aflevering begint misschien een beetje zweverig. Vragen die je stelt aan het universum. Wat de... Menno. Wat is dit voor zweefteefgedoe? Luister. Het gaat er niet om hoe je het bekijkt. Het gaat erom wat er gebeurt. Ik ga je een aantal voorbeelden geven. Op een gegeven moment was ik aan het werk en ik reed een mooie auto. En er kwam zeg maar een SUV-versie van die auto, zeg maar, ja, uit. En ik zag hem en ik denk, die wil ik rijden. En ik had hem in gedachten. Ik kreeg er ook wel een blij gevoel bij. Ik dacht echt, yes, dat is echt gewoon een toffe auto. En die wil ik rijden. Alleen, er was geen mogelijkheid in de baan waar ik toen zat om die auto te gaan rijden. En toen stapte ik over. En toen mocht het hele merk niet eens rijden. Gewoon, dat was niet eens een optie. Dus ik had het uit mijn gedachten gezet. En op een gegeven moment, magische wijs, kwam er een moment dat ik een keuze mocht maken voor een nieuwe auto. En nu rijd ik die auto. Dan kan je zeggen, ja, maar je wou gewoon die auto heel graag. Je kan ook het anders zien. Ik heb een vraag eigenlijk uitgezet, hoe kan ik die auto gaan rijden? Ik kreeg een bepaald fijn gevoel bij. Ik zag het voor me. En ik dacht, dit wil ik. Ik heb de vraag uitgestuurd, in mijn onderbewustzijn geparkeerd. En er kwamen antwoorden naar me toe. Dan kan je nog zeggen, ja, oké. Is dat nou Law of Attraction? Deels wel, misschien ook niet. Op een gegeven moment was ik bezig voor mezelf. En ik was aan het kijken, wat wil ik nou? Ik heb een leuke baan. Ik heb op zich naar mijn zin. Maar wat is er nog meer? Dus ik ben gaan kijken naar verschillende vormen van salaris. Dus ik wist, loondienst, freelancen. Nou, dat was bij mij wel bekend. En de idee, prima, uurtje, factuurtje. Of er nou een partij zit, zoals ik nu werk, of dat het helemaal freelance. Die modellen kende ik. Dus ik zat eigenlijk te denken, ja, is er nou meer? Dus ik stelde eigenlijk gewoon de vraag, ja, wat voor modellen zijn er nou nog meer? En ik hoorde iets over Midlands en ik hoorde daar geroezemoes over. En zonder dat ik die persoon kende, zonder dat ik ooit erop gezocht heb op LinkedIn, kreeg ik een uitnodiging om een gesprek te hebben bij een bedrijf die een soort Midlands constructie deed. Ik dacht, interessant. Dus ik ben op gesprek geweest en ik kreeg gewoon de informatie die ik wou willen. Laatst zat ik bij iemand in de trein, die zat in een maatschap. Het zeg maar net een beetje soort niet wel zelfstandig, maar binnen de maatschap. En heb ik ook allemaal informatie gekregen. Dus dan had ik ineens drie beelden. Wat houdt het in om niet in vaste dienst te zijn, maar wat voor andere dienstverbanden zijn er nog meer? Eigenlijk kwam het gewoon aanlopen. Ik stelde de vraag, de informatie kwam naar mij toe. En hoe zit dat dan? Ik heb daar eigenlijk twee theorieën achter. Ik geloof echt in de Law of Attraction. Jij zendt een bepaalde vibratie uit en je trekt het als het ware naar je toe. Je trekt wat jij wil naar je toe. Maar als jij niet gelooft of twijfelt, dan werkt het averechts. Dus als jij zegt, ik wil miljonair worden, ik word multimiljonair, en daarna denkt, ja, dat gaat toch eigenlijk nooit gebeuren. Dan zeg je eerst, trek je het naar je toe, maar met de grotere kracht duw je het van je af. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus je moet er een fijn gevoel bij hebben. Je moet het echt geloven. Je moet het een stukje eigenlijk ook al bijna gaan doen of het zo is. En dan wordt het waarheid. Al zo staat het in boeken als Think and Grow Rich, Joseph McLennan,
spreekt erover in zijn effecten. Hè? Hoe krijg je die magnetize je jouw doel naar jou toe? Hoe komt dat naar jou toe? En ik denk dat er nog een stukje is van de puzzel. En dat is denk ik ook het belangrijkste. En dat vind ik ook mooi. En je ziet het in heel veel boeken ook terugkomen. En het is je onderbewustzijn trainen om te zien dat het waar wordt. Want zodra jij gaat geloven dat het waar wordt, wordt het ook makkelijker de waarheid. En dat is heel raar. Maar als jij iets heel graag wil en je voelt dat het de waarheid soort van wordt, dan wordt het ook eigenlijk steeds sneller de waarheid, omdat je de kansen gaat zien die er zijn. Want die kansen, hè, even terug naar die gesprekken, die waren er al lang. Die ideeën waren er al lang, alleen ik was er nog niet naar op zoek en die vibratie stuurde ik uit en toen zag ik het. Toen kwam die kans en toen zag ik hem en dan pak je de kans. Alleen de kans is dat jij elke dag al die kans voorbij ziet komen, maar het niet opmerkt. Dat jouw onderbewustzijn het wegfiltert. Want we krijgen zoveel informatie binnen. Even een voorbeeld. Informatie. We krijgen heel veel informatie binnen. Constant, de hele dag door. Alleen maar informatie, alleen maar prikkels die ons iets proberen te vertellen. En ons onderbewustzijn filtert misschien wel 90, 95, misschien wel meer. Filtert echt heel veel weg, want we kunnen gewoon niet alles verwerken. Een voorbeeld daarvan is, ben jij je bewust van de kleding die je nu draagt? Voel je dat op je lichaam? Nou, ik had dit net al in mijn hoofd, dus ik voel nu bewust mijn shirt op mijn borstkast hangen. En de kans is dat jij nu ineens ook je kleding voelt, omdat ik zeg, hey, ben je er bewust van dat jij... He, dat je kleren aan hebt, dat je lichaam aanraakt en hoe het dat voelt. Hetzelfde is, ben jij je bewust van je ademhaling? Hoe is jouw ademhaling nu? Zeg maar 90% van de dag ben ik niet bewust van mijn ademhaling. Vooral niet als ik slaap, ben ik van heel weinig bewust. Want je hebt je focus op andere dingen. En dat is dus ook, denk ik, een van de belangrijke dingen van de Law of Attraction. Je zet je focus, je onderbewustzijn, zet je aan om bepaalde dingen binnen te krijgen. Die informatie komt wel binnen op een bepaalde vibratie, alleen je filtert hem weg. Je filtert hem weg. Want ja, jouw onderbewustzijn denkt, nee, niet interessant, hup, bijzaak, bijvangst, bijvangst. Want er zit zoveel geluiden. Als ik me nu bewust zou zijn van alles, dan hoor ik waarschijnlijk een bepaalde zoom. Ja, ik hoor nu ook een bepaalde zoom op de achtergrond. Die horen jullie hopelijk niet via de microfoon. Ik merk dat daar licht is, dat best wel fel buiten is. Ik merk mijn stemgebruik, ik merk dat mijn stem een beetje schor is. Nou, ik ga allemaal dingen opmerken, omdat ik aan het zoeken ben naar wat ik allemaal opmerk. Omdat ik me veel. Maar normaal, als ik gewoon druk lekker aan het praten ben zoals nu, dan merk ik het allemaal niet op. En dat is niet erg, dat is niet erg. Dat helpt ons door de dag te komen. Want als je alles in één keer binnenkrijgt, dan ben je gewoon helemaal gek. En dan wil je waarschijnlijk alle gordijnen dicht doen, je ogen dicht, helemaal in je bubbeltje kruipen. Even niks. En misschien herkennen sommige mensen dat. Dat is niet fijn. Dat kan gewoon niet fijn zijn als je alles opmerkt. Elke tinteling, elke aanraking, elke briesje. Hoe je huid voelt binnen de ruimte, de luchtvochtigheid op je huid. Dat lijkt me niet fijn. En de essentie is eigenlijk, je brein kan pas filteren als je weet wat hij zoekt. En dat is misschien nog een leukere. En Law of Attraction werkt eigenlijk zo van, stel dat je zegt, ik wil niet meer in schulden leven. Dan ga je waarschijnlijk de schulden aantrekken. En de grap daarbij is dat je... Je brein kan eigenlijk niet filteren in een negatief. Dus je focust op het negatieve, dan maak je het negatief alleen maar groot. En dan ga je waarschijnlijk zien hoe je schulden groeit. Want dan krijg je weer ineens rekening binnen. Terwijl als je zegt, ik wil financieel vrij zijn. En je gaat je focussen op de stappen van, hey, ik vind hier 10 cent. Hey, dat is weer een stapje dichterbij, weet je wel. Hey, yes, dankjewel, hoppa, steek hem in mijn zak. Dan ga je focussen op de stappen die je doet. En dan ga je eigenlijk je weegschaal herbalanceren. En herbalanceren in zo'n manier dat je opmerkt,
hé, deze dingen dragen bij naar, aan mijn doel, aan mijn wens. En dat vind ik zo interessant aan de Law of Attraction. Welke vraag stel jij aan het universum? Wat zend jij uit? En je kan zeggen naar het universum, naar je onderbewustzijn. Ik geloof in beide. Je zendt een bepaalde trilling uit. Die trilling kunnen andere mensen, ja, ik weet niet, die vangen dat op. Die merken, hé, die Menno is daar geïnteresseerd in. Die wil, ik geef je informatie, die geef je kansen. Die... En je filtert het. Want als jij het niet uitzendt, dan komen die kansen komen wel voorbij. Want je hebt duizenden en duizenden levensveranderende kansen, keuzes per dag. Zo voelt het misschien niet, maar ze zijn er wel. Ze zijn er altijd. Alleen sta je ervoor open. Ben jij zover dat jij die keuze kan maken? Dankjewel voor het kijken of luisteren naar deze episode. Vond je het een inspirerende of interessante episode? Vergeet dan niet te abonneren en je duimpje omhoog te doen. Wil je meer inspiratie, meer informatie of gewoon in contact komen met mij? Volg me dan op Instagram. Je bent te vinden onder Menno van Wieringen of waarschijnlijk ook nog steeds onder Man Search for Love. Alvast dankjewel.